Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, we gaan jullie vandaag weer meenemen in een dienst en deze keer op een andere locatie. Ja, het is uitgelegd voor stormschade. Ik lees iets over in de waterval. Ja, klopt. Het dreigt wat naar beneden te vallen en dat zou je het heel gevaar kunnen opleveren. Dus ga eventjes een testje ter plaatse alsjeblieft. Het was een drukke zondag voor de brandweer, namelijk de zondag van de storm Kiara. Ik begon deze dag met een melding stormschade. Hier dreigden planken van de stijgerinstallatie naar beneden te vallen. Ja. Dat is hier, maar dat is het boven nog maar aan de achterkant. Okay. Daar gaat het binnenkomen om te kijken. En wat zie je precies dan? Zijn het die houten planken? Ja, nou, we lopen even een rondje. We kijken even hoe het erbij staat. Yes, goed, dankjewel voor het bellen. Hoi. Hoi. Hallo. Die Hoi, Rick. Jullie waren zelf al begonnen met het afbreken, denk ik. Ja, we waren opgeroepen. Ja. Onze hadden ze al gebeld. Ik denk gewoon voor ontrustende bureau. Dat die natuurlijk die planken zien bewegen. Maar ik hoop dat jullie alle losse dingen op een normaal afbreken. Ja, we hebben de korte planken die losleggen, die trekken we sowieso weg en gewoon beneden. Hè? Mooi. We zien ze maandag maar. Ja. Oké, okay, nou, dan hopen we dat het een beetje blijft liggen. Meer kunnen we even niet doen dan. Nou, mooi. Succes, doe voorzichtig bovenin. Ja, ja, best. Ter plaatse was het bedrijf van de stijgerinstallatie reeds te plaatsen. En zij hebben de losliggende delen gezekerd of naar beneden gehaald. Oké, je hebt gebeld. Ik heb. Ja, of niet? Oh, we kregen huisnummer. Als melder, maar dat klopt niet dan. Ik heb niet gebeld. Oké, okay, nou wat in ieder geval die meneer, die mensen van Pennings, die gaan alle stijgerbalken checken, dat ze niet eraf waaien, want daarom had iemand gebeld. Alleen het is misschien wel handig, ik weet, heeft u goed contact met de buren of hebben jullie een soort app of zo met de buren? Ja. Ik denk dat het wel ja, handig is. Ja, wij hadden hier en daar een hart, maar we hebben het niet. Nee, ik zou wel de buren even adviseren om de auto's weg te zetten. Ze zien de, ja, ze zijn, de los, het zijn allemaal losliggende balken, de meeste die echt losliggen nee, halen ze weg. Daar ergens neerzetten. Maar het, ja, kijk, je weet nooit hoe hard het nog gaat waaien. Er bestaat natuurlijk altijd risico dat er nog toch iets naar beneden komt met zo'n stijger. Dus dan zou ik het voorkomen om, om ze even weg te zetten. Maar niet binnenvallen. Als we communiceren met de buren, dan gaan wij weer naar de volgende klant. Nee, want ik weet even niet wie dat gebeld heeft. Oké, okay, dat maakt niet uit, daar zijn we voor. Hè. Dus, ah, nee, dat is goed. Ja? Oké, okay, dank u. Ja, hier ligt de GMK, wij staan aan we hebben ongeveer een half uur werk, zijn aan het zagen. Wil je door de gemeente even in kennis stellen? Er staan hier meerdere bomen die heel slecht aan toe zijn. Ja, ik ga de gemeente in kennis stellen, meerdere bomen. Yo! Ik zal gewoon die auto onderuit rijden nou. Ja. Wacht maar even. Even kijken hoe eruit ziet, dan rijden we gewoon die auto er onder uit. We waren hier te plaatsen bij een stormmelding en deze dag stormt het zo hard dat we meerdere meldingen hebben. En dan doen wij alleen het hoognodige, halen de auto onderuit en dan laten we de rest aan de gemeente over. En in dit geval hebben we zoveel meldingen dat we gelijk weer doorgaan naar de volgende. Yo. De rest doet de gemeente. Dan gaan wij naar de volgende. Oké, hoe werkt het precies? Moet ik de gemeente bellen? Nee, heb ik al gedaan. Hier komen we hierheen. Of vandaag of morgen. En dan moet, dus met de verzekering moet er nog iets ja, zijn van jullie? Of nee, daar hoef je bij ons niks te doen. Nee, dit is allemaal geregistreerd. Hebben we allemaal in het systeem staan. Okay, dus, als ik de verzekering bel, dan staat er gewoon geregistreerd en is het allemaal... Ja, 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 je kan gewoon de verzekering bellen dat de boom de auto's heeft foto's van. Dan is het goed. Oké, okay. Oh, prima. Ja. Oh, ik ga weer door. Ja, goed. Hey, man, ja, doei. Nee, is de optie niet. 5534 uit 301 voor gebouwbrand, nummer 2, uitslaande brandtuin. Dat kamer heeft middelbrand gemaakt. SB, ook werken, reeds geïnstalleerd. Veel paniek op straat. Mogelijk gasflessen en auto's binnen, over. Hey, we staan er niet in de auto. Hey, we staan er 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 in de auto.
Gebouwbrand. Meer auto's binnen, gasflessen binnen, één persoon gewond geraakt. Krijgen assisteren. Oké, die ging kaal. U bent de tweede TSR rijden, SB de Allemeer, Hoogwijk in Allemeer. Geen kaart middelbrand gemaakt. Meerdere voertuigen binnen, gasflessen binnen, één persoon gewond geraakt. Heeft veel paniek buiten op straat over. Brandkraan? Hij gaat iets verder. Ik zeg, even wachten. Okay. Even wachten. Hij gaat iets verder. Rust. Wij zijn wel bang dat dadelijk bij ons. Ja, gaan we iets aan doen. Alsjeblieft. Waar ligt die? Via de iPad verkrijgen we informatie over het incident, maar ook over bijvoorbeeld de locaties van de brandkranen. Ja. De brand was inmiddels uitslaand en ik zag dat dit best wel dicht bij een naastgelegen woning was. In de tuin zag ik dat er in de woning nog steeds mensen aanwezig waren en heb deze dan ook gesommeerd om zo snel mogelijk naar buiten te gaan. Naar buiten! Naar buiten! Maak even een scanning hier achter. Ja, heb ik gedaan. Oké, kijk. Loopt daar dood. Maar het loopt nog wel een stukje door. 15 bij 10, 15 à 20 meter. Waar? Einde pand. Ik denk, misschien zit er nog wel een achterzijde. Ja. Dus kunnen we er achter komen? Ja, ik heb het wel kennen. Ja, zo kijk ik. Nou, tot hoever loopt dit pand? Ja, het gaat helemaal door met dingen, hè? Garages. Oké. Okay. Boven ook allemaal hout. Ja. Dat moet allemaal verblust worden. Ja, dat gaan we bekijken. En dit gaat allemaal naar mijn huis toe. De deur is open, hoor. Deze? Ja. Ja, maar die laten we even zo. We hebben hier garageboxen. Ja. Daar zit een deur en daar zit een brand achter. Dus we zouden hem ook kunnen van deze kant kunnen aanvallen. Kunnen we hem insluiten? Ja. Nee, ik zag daar langs de naden, zag ik alles er al uitkomen. Ja. Ja, de kans dat het ding natuurlijk gewoon inklapt, of de muur omvalt, is natuurlijk van aanwezig. Door de heftige brand was er mogelijk sprake van constructiebeschadiging.
Hierdoor plaatsen wij een lintje zodat het voor alle collega's duidelijk is dat er mogelijk sprake is van de constructiebeschadiging en risico van het omvallen van muren. Zometeen gaat heel even de druk eraf zodat we kunnen omschakelen, dan weten we dat. Ja, ontvang ik zet het klopblok. Ja. Richard! Ries! Gewoon hiernaast, hè? Erik, ik ga hem even achteruit hier in draaien. Kun je even meekijken? Direct bij aankomst ben ik met de OVD een verkenningsronde gedaan. Hieruit bleek dat de schuur het meeste kans maakt om uitbreiding richting de woning. Daar hebben we ook direct op ingezet met het schuimblusvoertuig. Het schuimblusvoertuig beschikt over 10.000 liter water, twee monitoren, eentje op de bumper en eentje op het dak. In dit geval hebben we het dakmonitor gebruikt en die geeft een groot koelend vermogen waardoor de brand snel onder controle was. Als ik hem hier een klap geef eerst, voordat ik naar achteren ga, dan hebben we misschien al iets. Hè? Want dan moet je eens kijken hoe dat eruit komt hier. Dat zijn de jouw mannen, Leon. Ja, dat zijn mijn mannen. Zal ik hem hier even overheen vegen? Ik geef hier even de SB knockdown op, dus ik ga daar even verf water overheen. Ja, maar je moet even dekking, want ik krijg wel splens water overheen. Oké. Even de knon. Dat is ja. Goede 32-33. Volle bak. Ja, dit is goed deze straal. Dit is goed wat je nou doet. Dan vlam het zo waarschijnlijk over het dak weg. Ja, ik ga nou even kijken hoe het daar eruit ziet. Dan moet je het toestel aan. Ja, maar ook. Die drone gaat ook de lucht in zo. Oh ja, zit die ook. Oh mooi. Ook bij grote branden worden we ondersteund door het drone-team. Zij maken dronebeelden om overzicht te creëren van het incident. In deze beelden zien jullie zowel thermische als optische beelden die over elkaar heen gelegd zijn. Hierdoor kunnen we exact zien waar de hotspots zitten en waar we rekening mee moeten houden in de brandbestrijding. Wil je nou meer zien over het drone-team? Kijk dan even in de vlog over de drone. Dat kan het, hè? Ja, go! Klein beetje hoger. Ja, perfect, daar, lekker hoor. Klein beetje hoog nog, tikkie. Nee, toch iets lager. Maar hoe ziet het nou uit, Zwester? Heb je nou minder vuurlast aan de zijkant? Ik heb minder vuurlast hier. Ja, dus hij wordt minder. Dus, ja. Oh, we hebben nou een gat. Oh ja, nu zit er wel een gat erin, eindelijk. Oh, dan is het goed. Dan laat ik dit zo. Dan hoef je, ja, dan. Ziet er goed uit zo. Blad hier. Zo, inmiddels is het sein brandmeester gegeven, dus het zit bijna op voor ons. Ja, we hebben even tijd voor een vraag te kunnen geven. Dus dat doen we ook. Wij zijn gealarmeerd voor een grote brand in Raamse Sfeer, met de SB in dit geval. En jullie waren toen al te plaats, denk ik? Ja, wij waren als eerste tankuitspuit gealarmeerd. Zonder aan deze melding was dat we gealarmeerd waren voor een woningbrand, of veilig voor een brand. En dat we vervolgens al onderweg, de pieper al ging voor middelbrand, dus er werd al opgeschaald. En toen we te plaats kwamen, direct als grote brand opgeschaald. En ja, voor ons was het toen gelijk volle bak, lage druk aan de bak. Er was veel vuurbelasting. En daarom zijn jullie ook alarmeerd. Ja, klopt. We hebben de eerste shots gegeven om tussen het woonhuis en het schuurtje zeg maar, te voorkomen dat het overslaat. Daar hebben we ons geconcentreerd en daarna hebben we hem beneden proberen af te maken. En dat hebben jullie namelijk de handstralen gedaan. Ja, die hebben wel renbaarder wind dan de SB natuurlijk. Maar we hebben wel gelijk veel water op. Voor de brandweer waren diverse uitrukken deze zondag. Echter werd ik zelf samen met Richard kort na deze uitruk gealarmeerd voor het bemannen van de kazernecentrale om de meldkamer te ontlasten.
Ja, leuk dat je weer gekeken hebt naar een nieuwe video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zeker, het was weer de derde incidentenvlog inmiddels. En nou ja, inderdaad, een grote brand natuurlijk veel ademlucht gebruikt. Dus dat wordt nu achter ons door de afdeling TFL allemaal weer netjes gevuld en schoongemaakt. En dan kunnen we weer op voor de volgende incidenten. Ja, zo is het. Vergeet niet even een like te doen. Onze vorige video te bekijken. En even te subscriben mocht je dat nog niet gedaan hebben, maar dat lijkt me stuk.